De koude periode die we net achter de rug hebben met nogal wat nachtvorst in de afgelopen dagen, heeft ertoe geleid dat veel uitlopende bloeiwijzen bevroren zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de bloeiwijzen van de es, die we een paar weken geleden hebben opgenomen, die zijn inmiddels grotendeels bevroren. Bijvoorbeeld in Zuid-Limburg, maar ook hier in het Nijmeegse. En dat betekent dat de ontwikkeling van stuifmeel volkomen is stil komen te liggen bij deze planten. De komende dagen zal de temperatuur langzaam maar zeker een beetje gaan oplopen en we kunnen verwachten dat de nachtvorst voorbij is. Dat betekent dat de ontwikkeling van de planten nu toch weer wat beter op gang kan komen. Het is niet alleen 's nachts vorstvrij, maar overdag zal het een graad of 10, 12 worden. We kunnen dan ook verwachten dat een aantal planten behoorlijk wat pollen kan gaan produceren. En dat geldt natuurlijk ook voor bijvoorbeeld de populieren en de wilgen die op dit moment volop beginnen te bloeien. De berken zullen zich ook verder kunnen ontwikkelen. En het berkenpollen is sterk allergeen. En dat betekent dat als het wat mooier voorjaarsweer gaat worden, dat we dan moeten verwachten dat het voor de hooikoortspatiënten wat minder gunstig zal worden.